Hallo. Dit is wat nieuw, hè? Dus ik moet zelf ook even aanwennen. Ik zal heel even kijken of ik er ben, of jullie mij zien. Maar als dat zo is, mogen jullie het ook zeggen. Nou, ik zie het al dat je me ziet. Hallo. Ik ga ervan uit dat ik live ben, dat ik helemaal te horen ben, luid en duidelijk. Het is een andere omgeving, want mijn kantoor waar ik normaal zit, waar ik altijd lives doe, waar ik ook mijn online lessen doe, wordt geschilderd. Dus ik ben ergens anders gestationeerd en dus vanuit een andere hoek. Ach ja, ik zeg maar zo. Het maakt niet uit waar je zit. Want het is het voordeel met dit soort dingen, weet je. Maar kan het echt overal doen. Het enige belangrijke is dat je een webcam hebt of een laptop hebt waar je dit soort dingen op kan zien. Ik hoop dat jullie een fijne middag hebben, in ieder geval, of een fijne dag vandaag. En ik kreeg van de week al en gisteren heel duidelijk wat vragen over dat mensen bang zijn. Dat mensen bang zijn voor de spirituele wereld en. Dat kwam omdat ik een foto postte die Linda van mij gemaakt heeft in de transstaat. Linda fotografeert de spirituele wereld. Dus dat betekent dat ze op welke manier dan ook zich intuned en dan aan de spirituele wereld vraagt of ze op haar fototoestel willen komen. En dat doet ze veel in de bril, ze doet ook op andere methodes, ook om mensen heen, zeg maar. En. Nou, we doen wel eens van die experimenten. Dan ga ik in het rode licht zitten en dan ga ik in de transstaat. En dan fotografeert zij mij dus. En in dit geval kwam er dus een spirit guide, dus iemand die mij helpt in de spirituele wereld, verscheen zeg maar voor mij. En het mooie is dat ze elementen gebruiken van mij. Bijvoorbeeld, je ziet in die foto dat ik een soort gat in mijn wang heb of zo. En je ziet ook dat de spirituele wereld zeg maar dit gekopieerd heeft. Dus dit is hetzelfde. Als mijn gezicht, alleen het gezicht zeg maar wat beneden zit, is echt een totaal ander gezicht, andere bone structure en zelfs met een baard te zien. En ik ken deze persoon zeg maar in de spirituele wereld. Ik heb daar wel eens beelden van gezien en ik weet dat diegene mij helpt, bijstaat. En daar heeft zij dus een foto van gemaakt, dus dat is helemaal niks engs aan. Dat is juist heel erg mooi. Wat ik heel boeiend vind, is dat mensen het dus heel eng vinden. Dus dat ze zeggen, oh, wat eng. En ik krijg er de griezels van. En ik word, weet je, ik vind het spannend. En het is toch eng. En hoe, dat is toch slecht. En er kan van alles gebeuren. En weet ik het wel, wat ze er allemaal van maken. Nou, dat is dus niet zo. Het is niet eng. Het is niet gevaarlijk. En er kan niets gebeuren. En daar wil ik eigenlijk met jullie over hebben. Voor de mensen die ik zie dat mensen zeggen ik moet beginnen met werken. En, ik laat dit altijd staan. Dus dit is online te bekijken. Mocht je een vraag hebben, tik die in de opmerkingen. Dan zal ik hem behandelen. Ook al ben je er niet bij. Dat maakt me echt helemaal niet uit. Dus als jullie vragen hebben, stel ze. En dan zal ik ze behandelen. Hallo aan iedereen die mij gedag zegt. Want ik zat even niet op de commentaren te letten. Misschien zal ik ze iets meer op mijn scherm moeten zetten. Dan kan ik het beter zien. Zo. Oké. Oh, mooi. Voel je wel eens de behoefte om je te beschermen of af te schermen voor de spirituele wereld? Jijzelf de laatste tijd wel, je bent niet bang dat niet, maar wel bewust van mijn grenzen. Oké. Je zegt hier eigenlijk twee totaal verschillende dingen. Je zegt, je vraagt me, heb ik wel eens de behoefte om me af te schermen? En heb ik wel eens de behoefte om me te beschermen? Dat zijn echt twee totaal verschillende dingen. Ik heb nooit, werkelijk nooit, de behoefte om mezelf te beschermen tegen de spirituele wereld. Ik zal het nog even herhalen. Ik heb nooit, maar dan ook nooit, de behoefte om me te beschermen tegenover de spirituele wereld. Af te schermen daarentegen, dus op het moment dat ik niet werk, dat duidelijk maken, ja. Dat wel. Maar dat is voor mij echt totaal iets anders. Dat is echt duidelijk het lichtknopje aan en het lichtknopje uit. Zodat de spirituele wereld weet, hé, hey, nu even niet.
En als ik ze voel, dan zeg ik altijd, luister, ik weet niet wat jullie komen doen. Ik voel jullie, ik ben blij dat ik jullie voel. Ik vind het fijn om jullie te voelen, maar ik ga er niks mee doen. Dus dat is hoe ik dat doe. En me te beschermen, nee, heb ik nog nooit de behoefte gevoeld. Ik ben wel nieuwsgierig waarom jij die behoefte ineens voelt om je te beschermen. Want het afschermen, ik denk dat je dan precies bedoelt wat ik net zei. Dus het aan en het uit. Als je ze voelt, dan zijn ze bij je. En dan hoef je er niet per se iets mee te doen. Met te beschermen, nee. Want ik zou niet weten waarvoor ik me moet beschermen. De spirituele wereld is een wereld van liefde. Het is een wereld waarin werkelijk helemaal niets kan gebeuren. Dus ik zie de nood niet om me te beschermen. Ook omdat ik, ja, weet je, ja, niet ook, gewoon niet. Dus ik hoop dat je vraag daarmee beantwoord is. En anders stel rustig een herhaalvraag. Ik heb een vraag. Ik heb wel eens gehoord over een groepje zielen die elkaar helpen groeien. En dat die, voordat ze terugkeren op aarde, met elkaar afspreken wie er wat wil of moet leren in het nieuwe leven, neem ik aan. En wie welke rol gaat spelen voor vader partner. Hoe denk jij daarover? Ik denk dat je dingen met elkaar af kan spreken. Dus als je in de spirituele wereld bent en je weet van oké, ik ga deze ervaring doen. En deze ervaring bedoelen we dan hier het leven. Dan kan ik me voorstellen dat je elkaar met elkaar dingen afspreekt. Zo van ik ga je helpen of ik ga dit voor je zijn of ik ga dat voor je zijn. Niet zozeer moeder, vader, dat soort dingen. Het is eerder de situatie of zo die je uitzoekt als wel de mensen. Dus het kan zijn dat een bepaalde situatie, zeg maar, beter past bij die mensen. En die situatie is beter bij die mensen. En dat je dat dan daarom doet. Dus ik heb er wel eens van gehoord. Ben ik het mee eens? Gedeeltelijk. Want het is namelijk zo dat als dat zou bestaan, er ook echt de reden zou zijn waarom dingen gebeuren. En dat geloof ik gewoon niet. Ik geloof niet dat kinderen ziek worden om een reden. Of dat mensen doodgaan op die leeftijd om een reden. En dat zou, zeg maar, door te geloven in zo'n theorie, zou dat, zeg maar, ook dekken voor mijn gevoel. Ik denk wel dat je bepaalde situaties of zo moet leren. Bijvoorbeeld moet leren haat ontvangen of moet leren alleen te zijn, weet ik het, ik zeg maar wat. Hè. Dus ik denk dat de situaties of de mogelijkheden die je aangeboden krijgt in dit leven, dat je daar wel voor kan kiezen. Maar dat geloof ik nog niet helemaal dat het kiezen is. Het is eerder, dit leven is een keuze. En dat is al keuze genoeg. En alles wat daarin zit, is niet per se een keuzemogelijkheid. En eigenlijk is dit ook direct de theorie waarom mensen heel erg dat op zoek zijn naar bewoordingen, bijvoorbeeld zoals zielencontacten of zielengroepen of ik kan even niet op het woord komen, wat geliefde mensen, zeg maar, oh god, hoe heet dat nou? Zoals iets? Noem het. Ik weet het niet. Dus dat je een connectie, ik weet nog niet hoe het woord is, dat je dus een connectie met iemand voelt die boven het aardse niveau is of zo. Dat is een beetje wat er gesproken wordt. Dat noemen zielsconnectie, geloof ik. Of zielenpartners of zo. Of tweelingzielen of zoiets. Dat soort dingen. Ik heb dat dus meerdere zielsverwant, ja, bedankt. Ik heb het meerdere keren aan de spirituele wereld gevraagd. Wat de tweelingzielen bijvoorbeeld is en of het bestaat. En ik heb het dan meerdere zeg maar individuen in de spirituele wereld gevraagd. Zowel aan mijn eigen team, maar ook aan teams van andere mensen die bijvoorbeeld in de trance staat gaan. En eigenlijk was het antwoord redelijk synchroon. En je behoort met z'n allen toe aan de spirituele wereld. En daar zitten soort frequentieniveaus in. En soms kan je voelen dat je uit een bepaalde frequentie met elkaar kwam. En dat kan je voelen. Dus als het ware, als je dan een naam wil geven, is het een soort zielengroep waar je met z'n allen uit bestaat. En zo'n zielengroep, dat kan wel echt duizenden mensen zijn. Dat zijn echt de mensen die je daar en hier leert kennen. En daar kan je die connectie kan je dus voelen. Je kan die trilling, zeg maar, voelen. Dat je iemand aankijkt en dat je denkt, wow, weet je, dit is echt een bijzondere ontmoeting. Maar dat kan ook zijn, wow, dit is een bijzondere ontmoeting. Let op. Dus niet, wow, dit is een bijzondere ontmoeting, hier moet ik iets mee. Wow, is een bijzondere ontmoeting. Let even op. Je hebt hier iets te leren, je hebt hier iets te ervaren, er gebeurt hier niets. Niet per se de bedoeling dat je dan je huwelijk opzegt en verder gaat, want dat is je ziels, tweelingziel. Nee, zo werkt dat niet. Het is echt
een, hoe moet ik het zeggen, een soort connectie die je voelt op een dieper niveau. Dus iemand is op hetzelfde trillingsniveau als jij. Dat kan zijn vanuit de spirituele wereld. Dat kan zijn hier. Daar hoef je niets mee als je daar niets mee wil. Ik zie heel veel vragen, dus ik ga ze allemaal doen. En wat je moet leren in het leven. Nou, ik ga er niet van uit dat we een les hebben in dit leven. Ik ga ervan uit dat we letterlijk hoe moet ik het zeggen? De ervaring is de les. Of de weg van dit leven, dat is al de mogelijkheid. Of de les die we krijgen. Ik vind het woord les een beetje een gek woord. Omdat er bij les ook cijfers of zo horen. Als je begrijpt hoe ik dat bedoel. Dus er zit voor mij een gradatie in goed en slecht. En dat voelt niet helemaal goed. Het is eerder de mogelijkheid of zo. Of de mogelijkheid die je geboden wordt in dit leven. Ik weet het natuurlijk ook niet zeker. Maar ook dit heb ik van meerdere bronnen gehoord. En dat het leven niet een les is. Dat er geen lessen in het leven zijn. Maar dat het leven de les is. Dus wat we hier komen doen. Dat is al de les. Wat komen we hier dan doen? Dat is letterlijk voor de aarde zorgen, ademen, haat leren, jaloezie, boosheid. Al die dingen zeg maar die we in de spirituele wereld niet kennen, die moeten we hier leren ervaren om dan weer verder te kunnen of een hogere frequentie te behalen. Dat weet ik niet precies hoe dat daar gaat, maar dat is ongeveer wat ze zeggen. Dus ik hoop dat het een antwoord is op je vragen. Oké, ik zag hier, wat doe je met aurazuigers? Nou, dan hoop ik dat je bedoelt de mensen hier op aarde. Dus de mensen die, zeg maar, die je ontmoet en die je leegzuigen. Wat moet je daarmee? Nou, dan moet je alert op zijn in de zin dat je het moet voelen. Dus op het moment dat je ergens bent, iemand zit met je te praten, je voelt je energie helemaal naar beneden gaan. Dat is wat ik versta onder aurazuiger. Dan moet je dus tegen jezelf zeggen, niet tegen de ander, maar tegen jezelf zeggen, hé, wat gebeurt hier nou? Waarom laat jij dit gebeuren? Tegen mezelf. En dan ga ik voelen, wat gebeurt hier nou? Waarom voel ik de behoefte dus dat mijn energie automatisch naar de ander gaat? Waarschijnlijk heeft die ander het heel hard nodig. Maar op dat moment kan ik het wel gewoon misschien heel hard gebruiken. Dus dan kan het zijn dat ik het tegen moet houden. Dus dan moet ik tegen mezelf zeggen, hé, wacht eens even. Ik wil niet leeglopen op dit gesprek. En op het moment dat ik dat dan zeg tegen mezelf, is dat ook weer klaar. Dus dat is wat ik doe met aurazuigers. Ik vind het een gek woord, omdat je het eigenlijk zelf laat gebeuren. Het is eigenlijk een iets wat wij kunnen en daardoor dat dan ook gebeurt. En mensen die een soort van demonen in je aura zetten, weten het niet te vragen, maar zie iets. Oké. Ben je benieuwd wat je ziet overigens, want dan kan ik veel beter je vraag beantwoorden. Dus als je je vraag stelt precies zoals je een beantwoord wil hebben, vraag het me dan. Want op het moment dat jij tegen mij zegt, mensen die een soort van demonen in de aura zetten, dan zeg ik, dan is mijn antwoord, dat is mensen die jou iets lelijks toewensen. Dus ook hier op aarde, heeft niks met de spirituele wereld te maken. Iemand heeft een hekel aan mij en die zendt mij negativiteit. En die negativiteit, die komt dan in mijn energieveld, in mijn aura. En dat kan je zien. Dat kan je soms voelen. Is dat wat je bedoelt? Dan kan ik daar antwoord op geven. Op het moment dat je in je aura dus negativiteit ervaart, is het hetzelfde als zo'n iemand die naast je zit die je dus leegtrekt. Op het moment dat iemand die negativiteit dus in jouw aura plakt, weet ik hoe ik het moet zeggen, door heel vaak hele negatieve dingen aan je te zenden naar je, dat kan, daar kan je echt moe van worden. De kunst is om tegen jezelf te zeggen, alles wat van mij is blijft bij mij, alles wat van een ander is, dat moet gewoon weg. En daar kan je jezelf echt voor weren. Echt waar. Nou, in wezen heb ik daar al antwoord op gegeven. Hoe kan je energiezuigers blokken? Dat is dus tegen jezelf zeggen, hé, waarom wil ik zo graag die ander helpen? Want de ander zuigt niet jouw energie weg, jij geeft het weg. Want op het moment dat wij gevoelig zijn en wij geven weg, dan zit daar altijd een soort hulp. Wij willen iets geven aan diegene. Want als ik denk, nou, ik heb helemaal geen zin dat jij mijn energie krijgt, dan zal het ook helemaal niet gebeuren. Dus als iemand mijn energie leegzuigt, dan heb ik daar zelf controle op. Ik kan zelf beslissen of ik dat wel of niet wil. Kan iedereen contact maken met de spirituele wereld? Ja.
We zouden eigenlijk het woord spirituele wereld kunnen vervangen door de zielenwereld. En dan klinkt het al heel anders. Dan is het al veel minder hoog of ver weg. Want als we het over de zielenwereld hebben, denk eens aan ons. Wij zijn wezens, mensen, met een ziel. Of misschien zijn we wel zielen met een lijf, maar daar gaan we niet over in discussie. Weet je, we zijn een ziel, op welke manier dan ook, die een ervaring heeft in dit leven. En die zielenwereld, daar zijn wij aan verbonden. Dat is altijd geconnect met onze ziel. Dus op het moment dat wij ons openstellen voor de zielenwereld, voor de spirituele wereld, met onze ziel, dus echt met onze hart open en zeggen, kom maar, ik voel je. Ik vind het fijn om je te voelen. Je hebt van mij gehouden en ik van jou. En laten we connecten. Dat kan iedereen. Echt iedereen. En er is niks engs aan. Er is niks slechts aan. Dat is puur op zielsniveau liefde ervaren vanuit de spirituele wereld. Dus ja, iedereen kan dat. De laatste dat ik heel veel dingen en mensen kwijtraak om me heen, terwijl ik me juist spiritueel aan het ontwikkelen ben, voelt heel eenzaam. Ach ja, heel herkenbaar. Op het moment dat je spiritueel gaat ontwikkelen, en weet je, spiritueel ontwikkelen is eigenlijk een beetje verkeerd begrip, maar op het moment dat je dus dingen gaat doen als mediumschap, of andere dingen die je ontwikkelt, je bent healing aan het ontwikkelen, of wat dan ook, dan verandert er iets in je systeem. Dat betekent dat er iets verandert in je aura, er verandert iets in je kleur, in je aura, je chakras gaan op een andere manier lopen. Alles verandert een beetje. Maar ook je manier van denken verandert. Dus hoe je zelf over de wereld denkt, verandert ook. En dat is eigenlijk waarom je een beetje zo'n natuurlijke shift krijgt. Dat er dus mensen weg gaan vallen die niet meer bij je passen. En dat, ja, dat voelt echt hartstikke eenzaam. Maar ik hoop echt dat je gaat begrijpen dat het alleen en het eenzaam iets is wat ook een heel groot gegeven is. Want op het moment dat deze mensen uit je leven zijn, is er ook weer ruimte voor de volgende. En dan kunnen er dus mensen die op jouw trilling zitten, dus die op jouw nieuwe vibratie zitten, omdat je aan het ontwikkelen bent, kunnen dan ook op jouw trilling. Hou je al die mensen bij je uit het verleden, en dan kan het zijn dat de trilling niet meer klopt. Maar soms is het zo dat het even voor even is dat je eventjes door iets moet en dat de mensen om je heen ook nog mee moeten. En soms is dat fijn en soms niet. Ik zou me er niet te veel op concentreren, maar er vooral dankbaar klinkt een beetje gek, maar een soort dankbaar voor zijn dat er precies gebeurt wat er moet gebeuren. Dus dat je er niet te veel mee gaat bemoeien en te veel gaat vasthouden aan dingen die niet meer passen. Want dan zal je zien dat het met ruzie gaat en dat wil je ook niet. Vraag al eventjes aan mijn gids of hij hem bekend wil maken, maar niet. Hoe komt dat? Nou ja, dat kan verschillende dingen zijn. Je zou, als je een gids hebt, dus iedereen heeft een gids, hè, maar als je daarop focust en op, hoe zeg je dat, als je bekend wil maken of vriendschap met hem wil sluiten, dan begint dat met 1. Ga in de pauze zitten. Ja, dat is een vorm van meditatie in de stilte. Ga zitten en stem je af op de spirituele wereld. Rijk uit naar ze. En doe je gebed. Ik doe altijd een soort van gebed. Zo van, willen jullie me helpen? Willen jullie me updaten? Willen jullie er zijn voor me? En als het mijn tijd is, laat jezelf aan me zien. Laat jezelf aan me voelen. Laat jezelf aan me horen. Of misschien ruiken als dat een van je kwaliteiten is. Het is niet zo dat de spirituele wereld als een soort openbaring ineens naar beneden komt. En zichzelf als een soort grote engelenvleugels aan je laat zien. Dat zal vast bij sommige mensen gebeuren, maar ik heb het nog nooit gezien. Ik weet wie er met me werkt. Maar het grappige is dat ook de gedaantes van die personen steeds veranderen. En dat heeft denk ik ook te maken met mijn persoonlijke ontwikkeling. Dus op het moment dat ik iemand voel in de spirituele wereld. En daar voor mijn gevoel altijd een plaatje bij maak. Want hun zijn overleden. Of hun leven in de spirituele wereld. En hebben geen lijf zoals wij. Dus onze fantasie moet een soort plaatje creëren. Van wat wij denken dat een gids is. Kijk, als jij denkt dat een gids een engel is, zal je plaatje in de spirituele wereld, zal je plaatje als je over hen in de spirituele wereld nadenkt, ook een engel zijn. Of iets met vleugels zijn, want dat is wat je gelooft. En kijk, op het moment dat ik naar de spirituele wereld reik, en ik voel ik ze al zo, en hebben ze niet per se een plaatje. Maar soms heb ik dat plaatje ook nodig, en creëren ze dat plaatje. Vaak zijn het bij mij gewoon hele menselijke vormen.
Dus die was gewoon een man, zo met krulletjes. En dan denk ik, ja, ik weet eigenlijk niet wie dat is, maar hij zal me wel helpen. En het voelt goed en het voelt vertrouwd. En dan denk ik, nou, het zal. Vraag niet aan de spirituele wereld of ze je hun willen laten zien, maar begin met voelen. Hoe voelen jullie? Laten jullie je aan mij voelen? Begin daar gewoon mee. Stap 1 is, hoe voelt de spirituele wereld? Dus begin daarmee. Heb je dat voor elkaar? Ga dan kijken. Maar hoe voelen mijn geliefden in de spirituele wereld? Voel naar je geliefden die over zijn en laat ze dichterbij komen. Stap 2. Stap 3 is dan gidsen, helpers. En dan zeg ik altijd voor het grapje. En ander gespuis is dan de volgende stap. Want die vallen niet te bewijzen. We kunnen er wel van alles van maken. Dus ga eerst vertrouwen met jezelf winnen. En daarna dat onderzoeken. Oké. Nou, volgens mij heb ik het eigenlijk al uitgelegd over dat aura en over zwarte dingen erin stoppen. Dat is echt gewoon omdat mensen je negativiteit wensen. Weer jezelf. Bescherm jezelf in die zin. Zeg tegen jezelf: alles wat van mij is, blijft bij mij. Alles wat niet van alles wat van een ander is, dat moet weg. Simpel. Je laat toch ook geen hondenpoep voor de deur liggen op stapels. En dan denk je: oh, bedankt. Dat pik je toch ook niet? Dat veeg je toch ook weg? Nou, zo werkt het ook met energie. Als mensen om je heen zijn, één, die raar zijn of je negatieve dingen wensen, oefen met ze. De tweede, als ze ook nog lelijke dingen wensen, oefen met ze. Want wat heb je eraan? Wat heb je eraan? Nou ja, dat was niet heel aardig, maar dat is wel hoe ik het voel. Dus bij deze, wens je me lelijke dingen, oefen. Dus ik hoop dat ik het je zo geleerd heb, dat je er wat van geleerd hebt. En probeer het ook. Ga gewoon tegen jezelf zeggen: hallo, wat niet van mij is, moet gewoon weg. Wegwezen ermee. Nogmaals, mensen zuigen geen energie. Jij laat het gebeuren. Dus op het moment dat je in grote ruimtes bent en aan openbare plekken, zeg dan tegen jezelf: dit is mijn ruimte en dat wil ik graag bij me houden. Ik maak dat heel groot. Echt, echt heel groot. Want op het moment dat ik het heel groot maak, heb ik ruimte om me heen. Stoten mensen niet tegen me aan. Weet ik van wat. Er is mee te spelen met je energie. Ha, Ouija board. Er is zo'n board met letters die je kan helpen contact maken met de zielenwereld, zodat je het kunt zien en het antwoord net iets letterlijker en helderder. Wat is het beste of de netste manier om zo'n begin te maken en om het af te ronden? Afronden dacht ik gewoon bedanken. Kun je de vragen dan hardop stellen of denken? Of moet je gewoon ook het bord gebruiken? Of wat zijn je vragen die je dan zou kunnen stellen? Nou, dat is het Ouija board. Ik heb hem hier niet liggen, anders had ik hem gelijk er even bij gepakt en had ik hem jullie laten zien. Ik heb er twee gekochte. Een zelfgemaakte en een bak met letters. Dus ik heb eigenlijk vier verschillende soorten Ouija-borden. Er is niets engs aan. Laten we daarmee beginnen. Het contact met de zielenwereld is het, hoe je het ook doet. Of je dat nou met je hart doet, je met je hele ziel en zaligheid doet. Of je dat met een bord doet, het maakt niet uit. Oké, de risico's van het bord is dat als je mediumiek bent, dat je de antwoorden zelf al hoort voordat ze bewegen op het bord. Dat is tevens lastig, want dan zou je dus kunnen bedenken dat jij met jouw brein je hand of je zenuwstelsel aanstuurt, zodat het naar de letters gaat. Ik zelf vind het het beste werken als je iets in de trance staat zakt, dus in een andere bewustzijnsvorm gaat en echt even de tijd neemt om je uit te reiken naar de spirituele wereld en dan gaan zitten met dat bord en laat maar kijken wat er gebeurt. Hartstikke leuk. Wat zijn vragen die je kan stellen? Ben je een man? Of ben je een vrouw? Die zou niet tegelijk, die zou ik vragen. Dus op het moment dat het bord gaat bewegen, dan zie je: hé, wacht. Wat ik altijd doe, ik spreek het neutraal af. Dus dat als ze klaar zijn, dat ding waar je dit bord mee beweegt, zeg maar, dat weer naar een bepaalde plek gaat. Dus daar begin ik mee. Dus ik begin met de vragen: wat is neutraal? Dat bepaal ik. Dus dan zeg ik: dit is neutraal. Dat is één. Dan heb je ja en nee op het bord. En dan zeg ik ook letterlijk hardop, een beetje met de gekheid: nou, daar is ja en daar is nee. Ja, dat kunnen jullie zelf ook wel zien. Dat is dan wat je doet. Dan ga je als volgende stap
uitreiken naar de spirituele wereld. Het kan zijn dat je in een trance-staat gaat, het kan met een gebed, dat kan met wat dan ook. Want je moet wel duidelijk maken, hé, ik ga dat Ouija-board doen. Moet wel iemand komen, want anders is het vanuit mezelf. Dat is net als pendelen, dat is vanuit jezelf. Maar je wil contact maken met de spirituele wereld. Dus dan zeg je, hé, komen jullie? Of hoe je dat ook zegt. Nou, dan ga je zitten en dan gaat dat ding bewegen. Dat is de eerste vraag die je stelt, ben je een vrouw? Ja of nee? Nou, krijg je ja of nee? Dan zeg je, wil je initialen spellen? Nou, dat doen ze meestal. En dan zeg je, heb je een boodschap? En dan doe je een boodschap. En dan zeg je, hartstikke bedankt. En meestal gaat hij dan automatisch naar neutraal. Nou, spannender wordt het niet. Dus dat is wat je kan doen. Ja, weet je, op het moment dat je de spirituele wereld dus niet voelt en dus allerlei manieren gaat vinden om contact te maken, prima. Maar vraag je dan gewoon eens af dat je ze misschien beter voelt als je denkt. Dus dat het gewoon voor jou heel normaal is om de spirituele wereld te voelen. Dus dat een ziel en een ziel voor jou geen verschil is. En dat de zielenwereld ook geen verschil is. Stap 1 kan zijn met jezelf zitten. Stap 2 kan zijn uitreiken naar de spirituele wereld. En stap 3 zou kunnen zijn uitvragen wie is daar. En dat kan je ook doen met een Ouija board, daar kan je overal mee doen. Hoe ik mezelf reinig na een lange dag en hoe reinig je je huis dat het weer schoon is. Nou, ik hoop niet dat ik je nu ga beledigen, maar mijn huis reinig ik echt serieus met allesreiniger van de Albert Heijn eigen merk. Dat gooi ik in een emmer, daar stop ik mee, dat doe ik me. Maar ik denk dat jij wat anders bedoelt. Ik denk dat jij bedoelt zoals mensen met Sali en dat soort dingen. Dat doe ik niet, daar geloof ik niet in. En waarom geloof ik daar niet in? Ik geloof namelijk letterlijk in mijn eigen goedheid, in mijn eigen energie. Dus op het moment dat het hier in huis niet lekker voelt, dat betekent dat ik of iemand van mijn medegenoten in dit huis niet oké is. Want als het gisteren wel goed voelde en nu niet, dan is er iemand die niet zo lekker in zijn vel zit en dus een superhumeur neerzet, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat dus ook gewoon te voelen is. Kijk, ik ben bijvoorbeeld supersfeer bepalend. Als ik niet te genaken ben en ik kom in een huis, dan is het hele huis chagrijnig. En ja, dat kan ook andersom dus. Ben ik vrolijk, is ook iedereen vrolijk. En de kunst is om dat te beseffen. Dus dat te beseffen dat dus de energie die in je huis zit, de energie is die je neerzet met elkaar. Met elkaar, wij die hier leven, die energie zet je neer. Dus op het moment dat het niet goed voelt, dan is er dus iemand niet lekker in zijn vel. Zet bloemen neer. Als je dat weg wil en je wil het probleem niet oplossen. Zet bloemen neer. Zet de deuren, ramen open, lekkere muziek die je leuk vindt. En inderdaad gewoon letterlijk schoonmaken. Gewoon wat schoonmaakenergie, die doet ook iets in je aura. Dus dat is niet echt dat er iets gebeurt. En op het moment dat je lekker aan het schoonmaken bent en poetsen bent, zeg tegen jezelf, oh, dit voelt veel bevrijdender. Want dan breek je de negatieve energie in het huis wat neergezet is. Heeft niets met de spirituele wereld te maken. Dus je breekt de negatieve energie van de situaties die daar geweest zijn. Ik kan het je nog beter schetsen. Neem bijvoorbeeld plekken waar mensen dood zijn gegaan op gruwelijke wijze. En dat wordt één keer gevoed. Dus dat betekent dat de blauwdruk is blijven hangen van die situatie. En dat wordt één keer gevoed omdat bijvoorbeeld iemand zegt, oh, het voelt echt niet goed hier. Dan wordt dat al groter. De tweede zegt, oh, het voelt echt niet goed hier. Groter, 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 groter. En dat wordt steeds groter. En dat kan je echt heel makkelijk breken door daar bijvoorbeeld gewoon positiviteit naartoe te sturen. Je zou bijvoorbeeld op plekken als Westerbork, bijvoorbeeld Westerbork is het volgens mij, of Auschwitz, met z'n allen licht kunnen brengen. Dagen licht brengen. Dan is die negativiteit die daar hangt, gaat weg. Want daar hangen geen overledenen. Daar hangt alleen de situatie van de gruwel, zeg maar, die daar gebeurd is. En dat wordt elke keer gevoed door daar te zijn. Je gaat toch niet blijven hangen op een plek waar je zo gruwelijk vermoord bent? Dat wil toch niemand? Ja, wat ik mezelf heb aangeleerd is om een onzegbare jas aan te trekken. Ja, als je dat dan doet om jezelf te beschermen, prima. Maar je zou ook gewoon tegen jezelf kunnen zeggen, ik laat dat niet gebeuren. Ja, als het om je gezin zat om je leven te zetten, dat is inderdaad niet zo lastig. Maar dat betekent dus dat hun op een andere trilling zitten en ze je niet begrijpen en jij hun niet begrijpt. Dus dat heeft gewoon tijd nodig. Praat met elkaar. Alles, weet je, liefde is het antwoord en praten is het antwoord.
Mensen die prettig voelen is een wederzijdse klik, maar mensen die je leeg trekken resoneren niet met jouw energie. Mensen waar je blij van wordt, waar je energie voor krijgt, precies wat je nodig hebt. Precies. En als het inderdaad in je gezin is en je hebt mensen die het niet oké voelen, of ze voelen niet lekker in je gezin, praat met ze. Luister, ik ben aan het veranderen en ik weet dat dingen anders zijn en dat het bij jou ja, anders over kan komen. Wat kunnen we hier aan doen? Wat kunnen we hier aan doen om hier samen uit te komen? Want jij hebt ervoor gekozen om te ontwikkelen. Dus jij hebt ervoor gekozen om te veranderen. Dat betekent niet dat iedereen mee moet. Maar dat betekent ook wel dat je moet blijven communiceren. En als je van elkaar houdt, overwint het echt wel. Ja, dat zou kunnen. Gedrag afwijzen, niet de persoon inderdaad. Je hebt een koude val in huis, is dat een geest? En dan neem ik aan dat een koude val dan een koude wind is. Een koude vlaag of een koude plek. Dat neem ik even aan. Ja, als het echt een speciale plek is, dan kan het zijn dat er gewoon... Weet je, als het bijvoorbeeld op een bepaalde manier in huis is, kan het letterlijk tocht zijn. Hè? Dat de deur, de trappenopening op een bepaalde manier valt. Maar anders kan het zoiets zijn wat ik net dus uitleg. Dus dat er een negatieve plek in huis is, is niet een geest. Ja, eigenlijk is het wel een geest, want een geest heeft niets te maken met een overledene. Een geest is de blauwdruk van de energie die hier op aarde is geweest, weet je. Als je het woord geest vertaalt, of ghost, of wat dan ook, of niet vertaalt, maar verklaart, dan krijg je dus op een gegeven moment ook dat het een afdruk van iets wat geweest is. Dat is wat het is, zeg maar. En op het moment dat je denkt dus dat de spirituele wereld is, als het koud is in een bepaalde plek, dat is niet zo. De spirituele wereld is altijd een soort van om je heen. Die zullen nooit in een bepaalde plek ergens zijn of zo. Die zijn niet plekgebonden, maar persoonsgebonden, zeg maar even. Dus die gaan daar waar hun geliefden gaan. En mocht het nou zijn dat er in een bepaalde plek hulp nodig is, dan zullen ze er zijn. Maar niet altijd dezelfde plek, dezelfde dag. Ja, maar hier, hè, ik zie hier dus nu een reactie. Maar als je niet getraind bent hierin, weet je nooit wie doorkomt. Dus dan wees er wel voorzichtig mee. Ja, maar waarom? Hoezo moet je voorzichtig zijn voor de wereld van liefde? Hoezo? Leg me dat alsjeblieft uit. Ik ga graag deze discussie aan. Want het is echt niet zo dat op het moment dat er iemand doorkomt, dat je er voorzichtig mee moet zijn. Hoezo? Ja, lekker nuchter, bijna benen op de grond. Ja, in hoeverre zielen die je advies geven, hoe ver is dat gewoon? Als tante Corrie of zo dit vindt, en moet je dat dan serieus nemen als toen ze leefde? En dus met sommige zielen een korreltje zout. Ja, dat dus. Nee, alle advies vanuit de spirituele wereld... Dit antwoord is tweeledig, dus ik ga hem ook op twee verschillende manieren uitleggen. Ik zeg altijd, als ik bij leven geen adviezen aannam van Pietje, dan doe ik dat nu ook niet. Want ondanks dat wel Pietje veranderd is en wijzer is geworden, ben ik nog in die relatie dan toen Pietje hier was. Dus we gingen met een bepaalde manier met elkaar om. Kijk, ik heb bijvoorbeeld wel mensen in de spirituele wereld waar ik bij leven, nou... Ik heb zelfs eentje dat ik, als die komt, dat ik denk, nou, ik heb daar even geen zin in. Dat zeg ik niet, maar dat is wel wat ik voel. En op het moment dat diegene mij adviezen gaat geven, ga ik helemaal niet naar luisteren. Weet je, dan ga ik er volledig in de weerstand. Dan krijg ik al armpjes over elkaar. En denk ik, nou, ik heb hier geen zin in. Dit potje mag je aan Fikkie geven. En ook al bedoelt diegene het misschien hartstikke goed, dan moet diegene in de spirituele wereld dingen leren. En ik moet natuurlijk ook daarin dingen leren. Maar ik ben nog niet in de spirituele wereld. Ik ben nog hier in het aardse, daar waar ik geleerd heb, er iets van te vinden. Dus ook als iemand mij pijn doet, vind ik daar iets van. Ook als iemand mijn geliefde pijn doet, vind ik niet leuk. Vind ik gewoon niet leuk. Dus op het moment dat diegene in de spirituele wereld is, vind ik het niet gelijk leuk. Zo van, oh nou, die is dood. Nu is alles vergeven en vergeten. Zo werkt het bij mij niet. Ik hoop dat het bij jullie zo werkt, maar zo werkt het bij mij nu helemaal niet. Ik heb mensen in de spirituele wereld die me bij leven echt ja, geen liefde toe hebben gewend. Moet ik dan nu hun adviezen aannemen op het moment dat hun komen? Nee, zeker niet. Zijn ze wijzer geworden? Ja, zeker wel. Weet je, dat is los daarvan. Alleen het aardse stuk moet nog iets. Weet je, ik moet er nog iets mee. Of wij moeten er nog iets mee. En dus dat zou ik doen. Als je bij leven, als iemand je advies gaf bij leven.
En je krijgt dingen door of van een medium. Ten eerste, hoe betrouwbaar is het medium? Dus hoeveel bewijs heeft het medium geleverd? Ten opzichte van tante Corrie. Dus op het moment dat ze komt, hoeveel bewijs heeft ze geleverd? Heeft ze bewezen dat inderdaad tante Corrie met jou wil communiceren? En komt er dan een advies? Dan neem je die ook veel sterker aan. Dus eigenlijk is het een drieledig antwoord. Want hoe goed is een medium? Hoe goed geeft medium bewijzen? Hoeveel vertrouwen heb je daarin? En als dan de boodschap komt, dan vertrouw je dat ook meer. En hoe hoog had je tante Corrie zitten? Dat? Nou, dankjewel voor dat het een goede uitleg is. Even kijken of ik er nog meer heb. Of ik niks over het hoofd zie. Ja, en hoe reinig ik mezelf na een lange dag? Als ik dus inderdaad gewerkt heb met de spirituele wereld, hoef ik me niet te reinigen. Maar als ik ook gewerkt heb met gewoon, je kan het wel eens hebben dat je na zo'n lange dag denkt, ik ben doodmoe, nou even doe ze lekker naar bed. Dat is het enige wat nodig is. Gewoon even lekker van je alles van je af. Wat ook werkt is mediteren. Gewoon even gaan zitten in de pauwen en even de dag laten passeren. En tegen mezelf, weet je, ik reik altijd 's ochtends uit en 's avonds uit naar de spirituele wereld. Om ze te bedanken, om ze uit te nodigen, om met mij die dag te wandelen, zeg maar. En daar te corrigeren waar ik het misschien een soortje van maakte of zo. Zoals voor dit soort lives ga ik ook even in de power, ga ik met de spirituele wereld zitten en zeg ik help me. Help jullie me, geef me inspiratie zodat ik de goede antwoorden kan geven. Dus dat. Eens even kijken. Ja, weet je, alsjeblieft, ik vind het heel fijn om dingen uit te leggen. Want op het moment dat er vragen zijn, dan betekent dat er ook een interesse is. Dus op het moment dat je, ja, hoe moet ik dat zeggen? Als er een interesse gewekt is, dan wil je meer weten over die mooie spirituele wereld. Maar dan komen ook al die negatieve verhalen op je pad. En weet je, de kunst is om te gaan onderzoeken en niet klakkeloos te geloven. De spirituele wereld is zeer moeilijk te begrijpen. Juist. Nou, dat is nog eens een wijs antwoord. Of een wijze vraag. Want daar ben ik helemaal met je eens. Ik kan soms zo boos op ze worden. Want dan voel ik dat ze iets willen. En dan snap ik het gewoon helemaal niet. Nou, dan ben ik echt in alle staten. En terwijl voor hun waarschijnlijk alleen maar wilden laten voelen dat ze er waren. Maar ik maakte daar gelijk een hokuspokus verhaal van. En denk dat ze me iets willen vertellen. De spirituele wereld. Die spreken in een taal die je moet leren. Net zoals je niet ineens, als je nu, ja, of je moet spreken natuurlijk, maar naar Rusland verhuist of naar een Arabisch land verhuist, je niet ineens die mensen kan verstaan. Dan gaat eerst met handen en voeten en met gebroken Engels en later met gebroken Russisch. En langzaam maar zeker leer je de taal spreken. Leer je de mensen begrijpen, leer je de gewoontes begrijpen, leer je alles wat daar gebeurt, leer je begrijpen. Zo werkt het ook met de spirituele wereld. De eerste instantie is die connectie te maken. Dus de connectie maken met de zielenwereld. Met jouw ziel, met hun. Gewoon die connectie. En dan gaat het steeds verder en dan komt het ontwikkelen. En het ontwikkelen van een medium duurt ongeveer ja, tussen de 5 en 7 jaar zeker. Tussen de 5 en 7 jaar om goed mediumschap te leveren. En daarna blijf je je hele leven ontwikkelen. En weet je, de technieken kan ik je in een uur leren, maar het communiceren met de spirituele wereld is echt een dingetje. Weet je, bedoelen ze nou dit of bedoelen ze nou dat? Ze geven dat plaatje, ze werken met mijn fantasie, ze werken met de faculteiten zeg maar, waar ik het beste mee kan werken. En heb ik ook nog eens te maken met herinneringen die ik persoonlijk niet ken. Dus die moeten ook nog eens een keer binnenkomen. Dus ik moet hartstikke open-minded zijn om te kunnen communiceren met de spirituele wereld. En het is echt een nieuwe taal leren. Een volledig nieuwe taal leren. En die te implementeren. En ook nog eens een keer goed over te brengen. Zodat het met een goed hart gaat, zeg maar. En ik hoop dat je begrijpt hoe ik dat bedoel. Dus ja, de spirituele wereld is zeer moeilijk te begrijpen. En misschien is dat dan ook direct de reden dat mensen er dan maar iets negatiefs van maken. Omdat ze het niet begrijpen. Dus op het moment dat ze iets voelen en ze snappen het niet, denken ze, hoe, wat is dit nu? En hoe, wat is dit nu? Wordt als iets engs betiteld. En op het moment dat er dan iets engs, dat je denkt dat er iets engs gebeurt, durf je nooit meer die connectie aan te gaan met de spirituele wereld. Dat is zo, ja, maar want het is zo'n bijzondere wereld met zoveel
te geven, zoveel filosofie te delen. Maar ja, dat kost echt jaren ontwikkelen. Hoe zit het dan met geest of ziel in dit geval bezit van jouw lichaam willen nemen? Er wordt ontzettend veel beweerd hierover. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden of geloven. Nou, dit in ieder geval niet, Patricia. De spirituele wereld zal nooit bezit van je nemen. Dat is echt een kolde verhaal. Echt een kolde verhaal. De spirituele wereld kan dicht bij je komen. Kunnen je zenuwstelsel iets beïnvloeden. En that's it. That's it. Weet je, ze hebben geen lijf meer. Dus waarom zouden ze je over willen nemen? Om, ja, wat willen ze doen? Dansen? Wat, waarom? Ik weet zelfs, de spirituele wereld zegt, op het moment dat je in de hoge trilling bent, dus in de spirituele wereld, en je moet communiceren met de lage trilling, is het voor hun zelfs zwaar vermoeiend. Dus hun zien helemaal niet het nut om ons te willen overnemen. Het zou de eerder andersom moeten zijn. Wij zouden hun over willen moeten willen nemen. Omdat die trilling van hun zoveel liefdevoller is als die van ons. Dus dat is wat het zou moeten zijn. De spirituele wereld heeft nooit de intentie om je over te nemen. De spirituele wereld heeft wel de intentie om met je te communiceren. En als je het niet begrijpt, kan dat voelen als een, ja, als een aanval. Of als een, ja, ik zou nog geen eens een woord weten. Maar dat zou zo kunnen voelen. Maar dat is niet wat het is hoor. Hoe hou je heel de dag je aura schoon? Ja, niet denk ik. Ik denk niet dat mijn aura de hele dag schoon blijft. En dat is ook dan, neem vooral het scrollen op internet. Al die indrukken die je krijgt, die doen erin. De kunst is om gewoon ja, je leven te leven. Ja, dat is ook inderdaad de slechtste grap die mensen altijd tegen mij maken. Als ze de telefoon opnemen, dat ze zeggen, nou, jij bent niet goed, want jij weet niet wie ik ben. Dat is zeg maar de meest gemaakte slechte grap die er is. Dus kom alsjeblieft met een goeie. Dan gaan we lachen samen. Ik ben in een korte tijd veel mensen verloren en vraag vaak of ze me een teken willen geven. Of iets willen laten horen als ze bij me zijn. Maar ik krijg geen tekens. Hoe kan ik dat stimuleren? Nou, er in ieder geval van uitgaan dat ze zijn. Dat is stap 1. Dus ervan uitgaan dat ze er zijn. Dan de tweede. Spreek één ding met ze af. Dus op het moment dat ze, wil je nou een teken of wil je iets, dat ze iets van ze zich laten horen? Wat is er wat je wil? Dan moet je echt duidelijk in zijn. Dus wil je iets van ze laten horen en is jouw helderhorendheid goed ontwikkeld? Dan kan je dat vragen. Is dat niet zo? Dan moet je dat ook niet vragen, want dan heeft het helemaal geen zin. Dan zitten ze te schreeuwen alsof het een lieve lust is. En dan hoor je ze niet, want dan heb je dat helemaal niet ontwikkeld. Dus ga bij jezelf te raden, hoe zouden ze mij kunnen bereiken? Dus vraag dat eerst eens aan jezelf af. En wat zou ik ook zien als tekens van de spirituele wereld? Is het zo dat er bijvoorbeeld al best wel tekens doorgegeven zijn aan andere mensen? Bijvoorbeeld dat mensen zeggen, ik heb de hoofd die en die gedroomd vannacht. Dat was zo bijzonder. En dat ze dat tegen jou kwamen vertellen. En dat je daarna denkt, oh, nou, dat wil ik ook wel. Nou, dat is dus een teken. Want ook al krijg je hem niet zelf, je krijgt hem dus wel. Een teken kan ook zijn, net een kleine muziekje op de radio, wat aan diegene doet denken. Of dat je helemaal niet met diegene bezig bent en ineens schiet diegene door je hoofd. Of je hoort ineens die lach van diegene of zo. Of een klein beetje dat geurtje of zo wat iemand maakte. En natuurlijk gebeurt dat in je hoofd. Maar dat zijn kleine tekens vanuit de spirituele wereld dat ze je willen laten weten. We zijn er nog. Dus ik hoop dat je antwoord hebt op je vraag. Ik zie en voel op het moment heel veel geesten, zielen. Als ik film, dan zie ik inderdaad bewegingen en dan gezichten. Dat is heel mooi, maar ik begrijp ze vaak niet. Soms gaan ze in een orb langzaam langs me en zie ik gezichten. Ja, oké. Je vraagt het aan mij. Ik ben echt super sceptisch over orbs. Dus ik hoop niet dat ik je op welke manier dan ook beledig met mijn antwoord. Dat is absoluut niet mijn intentie. Maar ik ga het wel proberen uit te leggen hoe ik denk dat het werkt. Orbs, dus die ballen die je op camera ziet, voorbij schieten zo. Dat zijn vaak weerkaatsingen van licht en stof en vocht. En omdat ze tegenwoordig van die hele goede camera's hebben, pikken ze alles op. Dus op het moment dat daar een beetje licht is en je fotografeert de andere kant op, kan het best zijn dat het een
erin schiet en dat er een klein stofje was en dat het heel erg uitvergroot en dat dat op je camera komt. En omdat wij onze hersenen gezichten willen zien, dat is zeg maar hoe wij onze hersenen zijn geprogrammeerd om gezichten te zien, zullen wij heel snel in die beelden zeg maar gezichten willen zien. Dat zoekt ons hoofd steeds op. Dus als wij een witte ruis kijken, zullen wij een gezicht willen zien. Dat is hoe ons brein werkt. Daar kunnen we niks aan doen. Dat is nou eenmaal zo. Dus op het moment dat gebeurt, dan kun je jezelf afvragen, was dit zo'n ork? Was dit zo'n lichtdingetje? Of gebeurt hier iets anders? Gaat het heel langzaam? Gaat hij omhoog? Gaat hij weer terug? Gaat hij naar beneden? Gaat hij naar in? Komt hij dichterbij? Gebeurt er iets speciaals wat zeg maar niet schiet? Dan zou ik het interessant vinden en willen onderzoeken. Maar de spirituele wereld kan je ook gewoon laten voelen dat ze er zijn. En als je dan, ja, dan kan je aan ze vragen, wat kom je doen? Bijvoorbeeld. Of waarom kom je me bezoeken? Of misschien willen ze wel op het pad hebben, zodat je mediumschap gaat ontwikkelen. En dat ze je daarom laten voelen dat ze er zijn. En dat ze daarom je willen gebruiken als een vertaler van hun wereld. En dat betekent dus dat je dan moet gaan ontwikkelen. Ja, ik geef hier les in. Dit is mijn werk. Ik geef les in mediumschap. Ik doe niet anders. Ik geef online les voor. Nou, laten we dan een beetje reclame erin gooien. Ik geef online les voor mensen die dat leuk vinden. Ik doe binnenkort start ik een healing opleiding online. Ik ben nu met een opleiding online bezig. Die is straks afgerond en dan starten we weer de volgende. En ja, ik geef les. Zowel online als offline. Ik doe niet anders. Het is gewoon mijn werk. Dus ik ben fulltime doe ik dit. Dus ik doe niet anders. Waarom komen er steeds entiteiten en demonen bij me? Nou, laten we eerst eens even eruit opmaken dat ik niet geloof in entiteiten en demonen. Sterker nog, ik weet het zeker. 100.000% zeker dat er geen demonen zijn in de spirituele wereld. Er zijn slechte mensen hier op aarde. Die gaan dood en die gaan weer net zo goed weg als dat ze hier waren. Dat betekent niet dat hun daden verlost zijn. Dus ze moeten in de spirituele wereld wel gaan kijken naar hun daden. Wat heb ik gedaan op de aarde en wat heb ik mensen aangedaan door dit te doen? En dat kan echt heel, heel, heel lang duren. En dat is wat er komt. Als jij voelt dat de spirituele wereld bij je komt en je begrijpt het niet, zou ik daar stap 1 van maken. En zou ik leren of gaan willen leren begrijpen hoe de spirituele wereld werkt. Ja, ik geef echt heel veel lessen hierin. Dus weet je, vind even mijn website, kijk even. Ik zal straks hieronder wel een link posten. Want ik geef echt superveel les, superveel workshops, superveel online doe ik ook. Dus als je van mij wil leren, dan is daar echt mogelijkheden zat. Anders zijn er in de rest van het land echt heel veel mogelijkheden waar ik heel erg achter sta. Dus vraag me dan in de comments straks. En dan zal ik er misschien niet direct, maar anders vanavond op reageren. Je was uitgelegd dat bijvoorbeeld een plaatje, een kruiwagen kan staan voor iemands beroep of hobby. Maar dat het pictogramma van een kruiwagen ook iets voor je anders kan staan. Dat vond ik heel gaaf en ook heel moeilijk inderdaad. Het leren van een nieuwe taal. Ja, mooi uitgelegd. Nou, ik heb je er in ieder geval niet uitgegooid hoor. Ja, dat kunnen ze. De spirituele wereld kan met objecten verplaatsen, stoom spelen. En dat tekens kunnen zijn, ik ben er, ik wil met je spelen. Vaak zijn ook de kinderen die aandacht vragen of zo. Die op een bepaalde manier willen laten weten, ik ben er nog. En die hoef je niet persoonlijk gekend te hebben hoor. Die kunnen gewoon in jouw team zitten of mensen om jou heen. En die kunnen, weet je. Ik voel dan heel vaak zo tegen, ja dat zie je niet natuurlijk wat ik nu doe. Maar zo tegen mijn benen aan. Of dat er iemand aan mijn mouw trekt. Ook tijdens sessies heb ik dat wel eens. En dat is het gevoel dat er iemand aan mijn mouw trekt. En dan weet ik dat één iemand in de spirituele wereld die in mijn team zit. En waar mijn hart altijd helemaal warm van wordt. En er is met andere woorden, ik wil ook aandacht. Of let even op Rosiet, er komt nog meer aan, weet je. Kinderen zijn heel bijzonder. Heel bijzonder. Wat is een zwart gewaad in je droom? Waar zoveel kwaad van uitkomt. Ja, is het een zwart gewaad? Waarom je denkt dat het kwaad is. Weet je, ik ben altijd in het zwart gekleed. En ja, ik vind zwart heel erg mooi. Dus voor mij is zwart
helemaal geen kwaad. Dus op het moment dat ik een zwart gewaad in mijn droom zie, vraag jezelf af of er iets is wat je aan het verwerken bent. Dus dat het niets met de spirituele wereld te maken heeft, of jij iets verwerken bent. En omdat zwart voor jou kwaad is, doet jouw hoofd dat. Ja, ze willen echt laten weten dat ze er zijn. Ja, de computers in de war gaan kan ook je eigen energie zijn. Ik ben echt heel dominant in mijn energie. Zelfs zo als ik heel druk ben en ik ben echt in zo'n week dat je echt denkt, nou eigenlijk moet ik gewoon meer tijd voor mezelf nemen. En ik sta bij de Albert Heijn en er staat iemand vol met de pinnen. Dan slaat het pinapparaat uit. Denk, oh, ik sta weer veel te strak. En dan doe ik het 2 of 3 stappen terug. En dan zegt die vrouw, ik snap niks van, maar nu doet hij het ineens. En dat is letterlijk op een bepaalde manier dat mijn energie dan zo geprikkeld is. Het heeft niets met de spirituele wereld te maken. Ben ik gewoon veel te druk. Gewoon even rustig, even naar binnen keren, even bij mezelf. En dan pas kan ik weer normale dingen doen. Jaren geleden bij mij de cursus Mijn Intuïtie en Ik gevolgd. Ja, dat is echt heel lang geleden. Super interessant vond ik dat ik alleen het idee dat ik er veel aanleg voor heb. Nou, ik ga je niet overtuigen. Ik ga niet op die boot zitten. Maar als er iemand aanleg voor hebt, dan ben jij het wel. Hallo. Voel vaak koude energie als ik op de bank zit of in bed lig. Ik zie niks, maar weet dat het er is. Kan ik op den duur overledene zien? Moet ik mij hier gewoon voor openstellen? Zit nog wat angst op, maar wil het spirituele graag ontwikkelen. Nou, ik zou zeggen, ontwikkel dit gewoon. Weet je, ga gewoon kijken. Wind, ik heb ook altijd wind, de spirituele wereld dichterbij is. En inderdaad, ga dit ontwikkelen. Zoek iemand waar je je veilig bij voelt. Iemand die geen onzin voorkomt. Die niet al van tevoren begint met auras te dichten of blokkades op te lossen. Maar iemand die gewoon down to earth is. Die zegt, hé, luister, spirituele wereld is een andere taal. Moeten we gewoon leren. Doe dat zeker. En vooral als je voelt dat er ergens een drang is. Dat je denkt, hé, mijn interesse zit daar. Want 9 van de 10 keer is er als er een interesse is, is er ook een, ja, een talent of zo wat eruit wil, om maar even zo te zeggen. Ik zie veel 11-11. Ik weet zelf dat ook sinds. Ik begrijp dat je vader in de spirituele wereld is. Ja, hij wil gewoon dan terugzeggen dat hij van je houdt en dat hij bij je is. Hoe mooi is dat? Dat is toch super, super mooi. En als 11-11 daardoor een trigger is, dan is het niet zo dat hij ervoor zorgt dat 11-11. Op het scherm komt, maar dat jouw aandacht op dat moment naar de klok getrokken wordt als het 11:11 is. En dat doet hij wel. De spirituele wereld kunnen onze kleine hersens iets beïnvloeden. Dus dat we ineens een soort idee krijgen wat we moeten doen. Of dat ineens de radio aanzetten en dan ineens is dat liedje erop. Dat is wat ze doen. Dus hun zorgen niet voor het liedje, maar dat wij die radio daar aan gaan zetten. En alsjeblieft, weet dat hij dus tegen jou wil zeggen dat hij ook van jou houdt. En daar dus heel veel moeite voor doet als ik dat zo zie. Dus ik zou zeggen, bedank hem vooral. Nou, ik ga nog één vraag doen en dan sluit ik hem af. Want anders krijg ik zo'n hyperaanval dat ik de hele dag niks meer kan. Dus ik zal eens kijken of ik hem een paar keer kan combineren. Als de spirituele wereld zegt dat ze je niks mogen vertellen, geloof ze dan ook. Want op het moment dat jij de spirituele wereld kan horen en ze zeggen tegen jou, ik mag je niks vertellen, geloof ze dan ook. Want dan is er dus iets wat nog niet bedoeld is dat jij het weet. Dus dat jij er wel iets ervaring uit moet halen, zeg maar. Maar soms kunnen ze wel kleine dingen ingeven. Maar als ze echt zeggen, ik kan niks vertellen, geloof ze dan maar gewoon. Want dan zal het vast een reden hebben. Ja, natuurlijk kan je de spirituele. Vraag je ouders om een duidelijk teken. Hoe waren ze bij leven? Hield je moeder van, weet ik veel wat, van breien? Vraag haar om, weet ik veel wat, draadjes op de grond. Was je vader een duivenkweker? Vraag dat heet geen duivenkweker, dat heet anders duiven. Ik weet niet hoe het heet, maar dat je duiven dus doet. Melkt. Duiven melken. Vraag hem dan om bijvoorbeeld veertjes op plekken waar het helemaal niet kan. En dat zijn dingen die gewoon kunnen. Spreek met ze af hoe ze waren. En spreek ook normale tekens met ze af. Niet gordijnen die moeten wapperen of zo. Dat is best zwaar, hè? Denk er zo over na. Je hebt geen handen, je hebt alleen je gedachtenkracht. Maar dan moet je met de energie de gordijnen.
Dus dat. Nou, ik zie echt heel veel vragen nog komen. Op het moment, wie weet, zal ik ze vanavond zeg maar typen om te antwoorden. En anders doe ik ze een volgende keer, dat beloof ik. Want ik vind het altijd heel erg leuk om even met jullie dit soort dingen te delen. Ik ben namelijk van mening dat als je kennis hebt, je het moet delen. En dat je het niet voor jezelf moet houden. En ook niet altijd daar een prijskaartje aan hoeft te zitten. Ik geloof echt in het feit dat je moet delen. Dat je moet geven. En op het moment dat je deelt en liefde vermenigvuldigt zich, hoe mooi is dat? Wat zou ik het fijn vinden als ik weet dat jouw angst een beetje weg is genomen. Op welke manier dan ook. En wat zou ik het fijn vinden als je tegen de spirituele wereld straks zegt. Wat fijn dat jullie er waren. En dat de antwoorden via Rosita op welke manier dan ook beantwoord zijn. Dan denk ik dat je de spirituele wereld heel gelukkig maakt. En als ik daar dan een klein beetje aan mee heb kunnen helpen vandaag. Dan heb ik een goede dag. Dus ik wens jullie ontzettend veel liefde. Hele mooie dag. En ik zie jullie snel. Tot snel!